Mijn naam is Stefan Joubert, ik is van Eekerk en ik wil jou graag uitnooi na Mosaïekse oordenking vandag. Moet ik rij of moet ik blij? Mijn buren is weg, hulle het geëmigreer. En dit laat mij denken aan een oom wat mij nou die dag voorkeer, terwijl ons staan en gesels, sê hy vir my, dit helpt niet meer, ik bid niet, want God het geëmigreer. Ik skrik vir myself flauw, ik sê oom, hoe bedoel oom dat nou? Hy sê, ek moet nou sien, God is niet meer in Suid-Afrika nie, kyk net hoe lyk die plek. Ek sê, oom, nou waar is die Here, waar toe het hy geëmigreer? Hy sê, Australië toe. Ek sê, oom, hoe kom oom daarby uit? Hy sê, nee, so 4 jaar terug het sy kinders geëmigreer, en die aand voor het hy gevlieg het, Australië toe, toe bid hy saam met hulle, toe bid hy, mag die Here saam met julle wees. Hy sê, en toe is die Here saam met hulle, toe sê hy Australië toe. Hy sê, kom ons nou sien hoe goed gaan het daar. Daar is nie misdaad nie, alles werk, allemaal werk, alles gebeur. Ek sê, oom, ek was nou die dag in Sydney, ek moes iets daar aanbied. En ek het een bykie rondgekyk, ek het voorspoed gesien, ek het veiligheid gesien, ek het werk gesien, ek het baie Aussies gesien. Maar ek moet bely, oom, ek het nogal gesukkel om die Here raak te sien. Want ek het nogal geleer, God en veiligheid en voorspoed is nie synoniem nie. Toe lag ons maar al twee, toe sê ek, nee oom, God is daar, ek stem met oom saam. Maar weet oom wat? God is ook in Suid-Afrika. Ja, God is internationaal, het ons vir mekaar al gesê. Maar God is ook plaaslik. En ergens is dit vir my mooier in die Bybel, as met koning David nie. Nou, ons allemaal onthou vir David, as hierdie magtige koning wat Goliath kon wen, hierdie koning wat met die klippie, jare gelede, een reuse reus kon laat val. Maar weet jy, as ek daar in 2 Samuel 15:16 lees, dan is David nie meer hierdie superheld nie. Dan gebeur daar een verskriklike ding met hom. Sy eie kind Absalom wil hom vermoor. En ek dink het gaan bitter sleg met jou as jou eie kind jou wil doodmaak. Ek meen, wanneer laas was jou kinders so kwaad vir jou, dat hulle sê, pa, ons vermoor vir jou. En nou moet David hardloop. Hy vlug kaalvoet uit Jerusalem. Dit gaan so sleg met hom, dat hy sy 10 byvrouwe daar by die paleis los, om die paleis op te pas. En dan is David uit die stad uit. Hy los sy heilige stad, hy los die heilige berg Jerusalem achter. En David vlug. En dan skryf hy 'n aangrypende psalm, psalm 3. En dan bid hy iets merkwaardig. Hy bid onder andere in psalm 3 vers 5. As ek na die Here roep, antwoord hy my, van sy heilige berg af. Nou, symbolies is die heilige berg van God, Sion. Dit is die berg daar in Jerusalem. Sion is symbolies vir God se nabyheid. En God is nog steeds in Jerusalem. Al het David geëmigreer, God het nie geskuif nie. God is waar hy is, hy is op sy heilige berg. En dit beteken ook dat God is nie weg as dinge sleg gaan nie. God het nie geëmigreer as my lewe nie uitwerk. God is niet weg als die misdaad op straat is, en die rovers die oorhand het, en Eskom buite beheer is, en al die ou goeie dinge wat ons elke dag beleef nie. God is ook hier. Ja, hy is ook daar waar dit goed gaan. Maar ek onthou nou die dag toe dit so sleg gaan ook vir 'n oomblik hier in Suid-Afrika. Skryf een vriend van my juist ook uit Australië vir my 'n mooi brief, en hy sê, Stefan, ek bid vir julle, daar in Suid-Afrika waar het zo so moeilijk gaan. Skryf ek vir hom terug, ek bid ook vir jou in Australië, daar waar het zo so goed gaan, want ek weet een ding, nog voorspoed, nog teenspoed, is per se goed of sleg vir jou geloof. Laat ek het verduidelik. Ek ken mense wat bitter swaar kry in Suid-Afrika, ek ken Christene wat recht deur die eeuwe bitter swaar gekry het, en nooit hulle geloof verloor het nie. Trouwens, die geschiedenis van die vroege kerk is met die bloed van die martelare geskryf. Nochtans het die kerk gegroeid teen ligspoed. Miljoene mense het Christus begin volg, al het hulle lewens aan 'n draaikie gaan. Hulle het geweet, soos wat Jesus vir ons gesê het in Markus 8 vers 4, 35, dat as ons omvolg, dan dra ons kruis. En daarom weet ek, dat swaar kry as sodanig,
en moeilijkheid als zodanig nie een geloofsdief is nie. Ja, ik hoor wat een van mijn vrienden die afgelopen week voor mij zei. Hij zei voor mij, hij is één misdaad weg van een ongelovige. Ik zei, hoe bedoel jij? Hij zei, weet je, ik is al hoeveel keer die slagoffer van misdaad. En ik heb al hoeveel keer voor die Here gevra om mij te helpen. En als het nou nog één keer met mij gebeurt, ga ik nou ophou bid. Hij zei, hij is één misdaad weg van een niet-gelovige. Toen zei ik van nee. Jij is altijd weg van ongeloof, want die Here is ook bij jou. Maar ik weet aan die andere kant ook. Die Here is niet maar net automatisch daar als het goed gaat niet. Ja, twijfel is een uitdaging, zwaar krijgen is een uitdaging. Maar voorspoed is niet net automatisch een reden hoekom mense glo nie. Ek self moes al voor 3 jaar in die buitenland blij en ek het baie mense amper en zelfs letterlijk hulle geloof sien kwijtraak in die buitenland, omdat hulle so gewoond geraak het aan voorspoed. Die vraag is niet of God net daar is nie, en of God net hier is nie. God is glokaal, hy is globaal en lokaal. Hy is glokal, soos die Amerikaners sê, global and local. God is die wereld vol. God is ook in Suid-Afrika. Hy het nie geëmigreer nie. En nou wil ik jou uitnooi om samen met mij te bid. En ik wil samen met jou vragen dat die Heere ook samen met jou hier in Suid-Afrika zal wees. Kom ons bid. Ach Heere, dit is zwaar per ty keer as het so rof gaan. As die kriminele op die oog af wen en die landse dinge, die skroewe afval in die wiele. En ek ook net per ty keer voel, Heere, ek kan nie so aangaan nie. Geef my kracht om my kruis te dra. Geef my die kracht om ook lokaal vir Jesus te lewe. Amen. Ek wil jou uitnooi om vandaag plaaslik een verskil van een te wees. Gryp elke geleentheid aan wat jy het, om vandaag die Koninkryk van God plaaslik in Jesus' naam te laat kom.